wees niet bevreesd. Ezekiel Tutbottom komt eraan. Hassa! Eindelijk! Zie je wel? Hij is echt een held, hoor! En drie seconden, twee seconden, en één... Dat ging net goed. Kom maar. Ik heb je uit de vlammen gered, kleintje. Het is al goed, hoor. Maar, die vrouw! Ze probeerde het schilderij niet eens te redden. Ik wil niet hard zijn, maar zij zou ontslagen moeten worden. Hallo, de brandweer graag. 38 minuten en 9 seconden. Ik geloof dat ik met jou nog nooit zo lang heb moeten wachten om gelijk te krijgen. Oh nee, maar dit kan ik echt niet. Hoe kan men die gast zo bewonderen? Heel misschien weg. Die gast zo bewonderen? Ik ben niet scherp meer. Ik zeg je, er gebeurt hier iets vreemds en wij gaan het uitzoeken. Sorry, zeg je nu wij? Ja, natuurlijk. Naar de Tabatam Bibliotheek. Die had geen nieuwe naam moeten krijgen. Alle boeken beschrijven Ezekiel Tutbottom als een held die nooit aan zichzelf dacht. Hoe kunnen ze er zo naast zitten? Er zit zeker een luchtje aan deze zaak. En jij bent flink aan het snuffen. Bovendien stel je de goede vragen, jonkie. Dat is Libby. En ze draagt een regenjas. Weet ik toch. Jij weet helemaal niks. Je moest eens weten hoe deze stinkende zaak ruikt. Daarom duiken wij de archieven in. Gesponsord door het Historisch Instituut voor Vrouwengeschiedenis. Voor waarheid in geschiedschrijving. Hier zal je de antwoorden op al je vragen vinden. De ware geschiedenis van Brighton? Hou je vast, want de waarheidstrein gaat zo dadelijk vertrekken. Woe, woe! Inmiddels weten wij dat het anders is gegaan. Al die stoere praat is nu weer van de baan. Zijn grote zus Sally was de held van de twee. En groente, Ezekiel had daar niks mee. De Grizzly is nooit zijn vriend geweest. En bij het zien van de tornado was Stak zo bevreesd. Dat ze zussen moest redden, dat staat niet in een boek. De legende van Ezekiel, dat is Larikoek. Ezekiel Tutbottom. Ezekiel Tutbottom. Is niet de held, niet de held van Brighton. Maar dat betekent dus dat Ezekiel's grote zus Sally degene is die iedereen redde uit de tornado. En ze leidde de wederopbouw van Brighton. Sally heeft aan de wieg gestaan van het nieuwe Brighton. En Tak was ook niet eens vriendjes met die beer. Ik zei toch dat het een nepfiguur was? Je hebt al die tijd gelijk gehad. Ik ben een agent van de waarheid. Ja, zij niet alleen.